en 7. Belvedere. Wanneer je over de Waalbrug de oudste stad van Nederland binnenrijdt, zie je de Belvedere hoog boven de stad uittorenen. Vanaf deze toren kan je de Betuwe en de Ooipolder bewonderen. De Belvedere is een voormalige wacht- of uitkijktoren. Deze verdedigingstoren, gebouwd tweede helft 15e eeuw, was onderdeel van de nieuwe stadsmuur. In 1600 lag net buiten de stad een grote kale vlakte. Dit werd het plein van het Valkhof genoemd. Het was een oord van dood en verderf. Karrevrachten, afval en kadavers werden hier gestort. En om de troosteloosheid nog afstotelijker te maken, werd dit plein gebruikt als executieplaats. De toen nog hoendertoren torende hoog boven dit plein uit. Het verhaal gaat dat ter dood veroordeelden van deze toren naar beneden werden gegooid. Vanaf eind 16e eeuw werd de Vigentoren of Hoendertoren Belvedere genoemd. Alexander Farnese, prins van Parma, hielp de markante toren aan een nieuwe naam. Tijdens de bezetting van Nijmegen door de Spaanse troepen in 1585 bewonderde hij vanaf de vestigingstoren de omgeving. De legeraanvoerder zou Belvedere, wat vrij uitzicht betekent, hebben geroepen. In 1620 werd de toren vernieuwd. Met de Vrede van Münster in 1648, die een eind maakte aan de 80-jarige oorlog, verloor de toren zijn verdedigingsfunctie. Tussen 1646 en 1649 werd deze vergroot en verhoogd door stadsmeester Peter van Blokhout en kreeg het zijn huidige vorm in renaissance-stijl. Toegevoegd werd onder andere de balustrade op het dak en de gevelstenen met het stadswapen boven de ingang. Het stadswapen dat er nu ingemetseld is, dateert uit 1888. De originele bevinden zich in het gemeentemuseum. De verbouwingskosten werden deels opgebracht uit boetes. Zo moest ene Wevert van Wiegen 500 gulden betalen, omdat hij een bijeenkomst van katholieken in zijn huis had gehouden. Het nieuwe speelhuis was alleen toegankelijk voor bestuurders van de stad. Zij konden hier in alle rust ontspannen onder het genot van muziek en drank. Dames van lichte zeden waren in de 17e eeuw waarschijnlijk ook een vast onderdeel van dit speelhuis. Daarnaast ontving hier men hoog bezoek. En dat er veel bezoek kwam zie je aan de hardstenen trappen. Die zijn geheel uitgesleten. De Belvedere heeft enkele grote kelders. Dat was het kruidmagazijn. Er stonden een kleine 200 vaten met buskruid opgeslagen. Tot ongeveer 1818 zijn deze kelders als zodanig gebruikt. Vanuit de kelders liepen er gangenstelsels naar het naastgelegen Valkhof en de binnenstad van Nijmegen. De meeste zijn dichtgestort of te gevaarlijk om te betreden. Rond 1800 mocht ook het gepeupel hier komen eten en drinken. Aan het einde van de 19e eeuw raakte de toren in verval. In grondige restauratie werd in 1887-1888 uitgevoerd door stadsarchitect J.J. Weven. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de toren als uitkijkpost. Ook was er een verhoorkamer. De gevangenen sloten zij op in de donkere kelders onder de toren. Na de bevrijding kreeg het gebouw zijn functie als eet- en drinkgelegenheid terug en dat blijft zo tot aan de dag van vandaag. Gelukkig heeft de toren alle orkanen weten te weerstaan. Maar wat is er nu aan de hand? Wie zit er met zijn jatten aan dat Duitse antitankkanon?